is Flevoland met het regionieuws. Meerdere organisaties in Almere maken zich grote zorgen over de bezuinigingen die eraan komen. Een paar van die organisaties spraken de gemeenteraad gisteravond toe. Theatergroep Suburbia deed dat door een lied te zingen uit de nieuwste voorstelling. Nou, niet alle raadsleden konden dat waarderen, zoals Brent Haddering van Forum voor Democratie. Ik wil toch even gezegd hebben dat ik dit soort vertoningen niet echt vind passen bij de context waarin we hier bij elkaar zitten. En het is mooi en aardig en ik weet dat je de aandacht wil zoeken. Maar laten we gewoon met elkaar in gesprek gaan. Ik vind dit niet een hele fijne manier van insprekerij. Almere moet bezuinigen omdat de stad diep in het rood staat. Een 14-jarige scholier en haar ouders hebben de Almeerse scholengroep voor de rechter gesleept. De leerling werd van school gestuurd nadat ze betrokken raakte bij een vechtpartij. Volgens het meisje en de ouders zit het anders. Het vonnis in deze zaak is volgende week. In een kantoorgebouw aan de Markerkant in Almerestad is een nieuwe school begonnen. Futurum heet die. De school is opgericht door een juf en ouders van kinderen die vorig schooljaar nog op de Renaissance school zaten. Dat is de voormalige school van Forum voor Democratie. Toen er geen geld meer kwam van het Rijk en de politieke partij zijn handen ervan aftrok, besloten de ouders en juf Anja Kuiters dan zelf maar een doorstart te maken. De ouders die brengen de huur op van dit pand en we hebben met z'n allen alles dit wat hier allemaal staat hebben we gedoneerd gekregen. Winkeliersvereniging Zuiderzee uit Dronten wil dat de parkeergarage in het centrum 's nachts open blijft. De gemeente overweegt die garage 's nachts te sluiten vanwege overlast en vernielingen. De winkeliers vinden ook dat er extra maatregelen nodig zijn, maar denken dat afsluitingen ervoor zorgt dat er op andere plekken overlast zal ontstaan. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en natuurlijk ook in de app. Door met het weer. Robert, goedemorgen. Nou, we gaan vandaag overdag naar zo'n 26 tot 27 graden. Met zeker wel van tijd tot tijd zon. In de loop van de dag wel kans op een bui vanuit het zuiden. Ook vanavond maken we nog kans op een bui. Vannacht is het weer droog. Op zich ook weer geen koude nacht met een graad of 16. Met een mix van wolkenvelden en opklaringen. En morgen, ja, dan is de zon er toch wel weer een groot gedeelte van de dag bij. Het wordt zo'n 25 tot 26 graden uiteindelijk. Maar de dagen daarna gaat de temperatuur wel steeds meer omlaag. En het ziet volgende week uiteindelijk toch wel een beetje herfstachtig uit. Dit is Flevoland is wakker van vrijdag 6 september. Fijn dat je erbij bent. Van de Renaissance School in Almere is nu 2 jaar later weinig meer over. En gisteravond was er weer een politieke markt in Almere met muziek en applaus. Goedemorgen. Flevoland is wakker. Van de Renaissance School, die was opgericht door Forum voor Democratie, is nu 2 jaar later weinig meer over. Ondanks de sluiting van de school is het een groep ouders gelukt om een doorstart te maken in een klein kantoorpand in Almere. Juf Anja Kuiters vertelt hoe dat is gelukt om verder te gaan met de school zonder de partij. Eigenlijk hebben de ouders dit gedaan. Hè? De ouders die brengen de huur op van dit pand en we hebben met z'n allen alles dit wat hier allemaal staat hebben we gedoneerd gekregen. Ik zit hier met Gino Lopez, 11 jaar en jij bent een van de leerlingen in de klas. Hoe is het hier? Heel leuk. Hele lieve klasgenoten. En het is leuk om hier, gewoon hier op school te zitten om goed te kunnen leren. U heeft deze kinderen de afgelopen 2 jaar ook les gegeven op de vorige locatie. Dat was toen nog voor geld. En nu? En nu doe ik dat gewoon omdat ik pensioen heb. Vrijwillig. Ik wil gewoon niet dat kinderen nu struikelen. Want als ze nu thuis komen te zitten, krijgen ze inspectie op hun nek. En er komt van alles over ze heen wat ze niet verdiend hebben. Wat staat hier? Venneke. 667. En als ik er nu dit bij doe. Even kijken of dat lukken gaat. Ik denk het haast niet. Waar deel ik 667 dan door, Ivar? Door 13. Dus hier staat precies hetzelfde als 667 gedeeld door 13. Dat is precies hetzelfde. Zijn alle leerlingen meegegaan naar de nieuwe school? Nee, we hadden er 17 en dit zijn er maar 7. Die anderen konden gewoon herplaatst worden. Deze groep kinderen, daar was gewoon heel moeilijk of bijna eigenlijk niet een plek voor te vinden. Niet een plek voor te vinden, ja. Je zat hier voorheen in een scoutinggebouw midden in het bos. Nu hier in een kantoorpand op bedrijventerrein. Dat lijkt me best wel een omslag. Is ook een omslag. Normaal kwamen ze met beestjes aanlopen en waren ze in het bos in de bomen aan het klimmen. En nu klimt Gino in de paal voor. Je hebt hiervoor op een reguliere basisschool gezeten. Hoe was dat? Niet leuk. Elke keer gepest.
gevechten. De juf gaat altijd boos doen. En hoe is de juf Anja? Ik vind de juf Anja de liefste juf die ik ooit heb gehad. Heeft de partij ook geholpen, zeg maar, in deze realisatie? Nee, dat niet. En wat vindt u daarvan? Jammer. Wat had u er meer van verwacht? Van de... Ik denk dat ik daar niet op in kan gaan. En waarom niet? Ik heb ooit een contract ondertekend waarbij ik gezegd heb dat ik niet negatief ga praten over de FVD. Ik wil ook helemaal niet negatief over ze praten, want ik denk daar niet negatief over. Ja, hoe blij bent u dat u toch met deze kinderen door kan? Ja, ik ben er ook heel blij mee, want het is ook een heerlijke dagvulling hoor. Zo leuk is het niet om met pensioen te gaan. Juf Anja Kuijters hoorden we in de bijdrage van verslaggever Tom Rogge. Gisteravond was er weer een politieke markt in Almere. En die stond volledig in de teken van de aankomende bezuinigingen. Almere staat er namelijk diep in het rood. En de spaarpot is helemaal leeg. Culturele en maatschappelijke organisaties deelden gisteravond hun zorgen met de raadsleden. Theatergroep Suburbia kwam naar eigen zeggen niets halen, maar wat brengen. VN Hebbigein zong een nummer uit de nieuwe voorstelling. Je bent beschadigd en gekwetst. You just gotta believe in liefde en doe gewoon je best. Want er is hoop voor ons allemaal. Ja, er zit kracht in elk verhaal. Er is hoop. Ja. Ze kan wel zingen hoor. Applaus in de zaal. Dat maken de raadsleden natuurlijk niet elke vergadering mee, dat er voor ze wordt gezongen. Maar niet alle raadsleden konden dat waarderen. Brent Haddering bijvoorbeeld van Forum van Democratie. Ja, voorzitter, een klein punt van orde. En uit respect voor de insprekers. Ik begrijp waarom jullie het doen. Maar ik wil toch even gezegd hebben dat ik dit soort vertoningen niet echt vindt passen bij de context waarin we hier bij elkaar zitten. En het is mooi en aardig en ik weet dat je de aandacht wil zoeken. Maar laten we gewoon met elkaar in gesprek gaan. Ik vind dit niet een hele fijne manier van insprekerij. Maar, zegt Eva-Liene de Boer van Suburbia, dit is juist een goede manier om het gesprek op een andere manier te voeren. Ik denk dat er heel veel manieren zijn om met elkaar in gesprek te gaan. En ik denk soms dat het fijn is als je op een manier misschien ontwapend wordt om dat via een andere weg te doen. En dat wilden we vandaag doen. En laten horen dat... Ik bedoel, je kunt heel veel praten over kunst en je kan heel veel praten over de waarde van muziek. En ik zou het echt heel wonderlijk vinden als u er hier op geen enkele manier van heeft genoten. Maar goed, dat is aan u. En ik heb heel veel mensen gezien die dat wel hebben gedaan. Dus ik dacht ook, volgens mij is het ook fijn af en toe... mogen we niet af en toe een klein beetje ontregelen en even geraakt worden door iets anders. En vanuit daar ontstaat er dan misschien ook een ander gesprek. Dank u wel. En laten we dan nu wel echt de link gaan leggen met het onderwerp. En dat is toch echt wel de invullingen van de bezuiniging op de begroting 2025. Ja, Evelien de Boer hoorden we van Suburbia. De Raad van Almere die praat de komende weken verder over de bezuinigingen. Je als jongere voorbereiden op zelfstandig wonen. Dat is lastig, zeker als je met een achterstand begint. Bijvoorbeeld omdat je dakloos bent, een verstandelijke beperking hebt of verslaafd bent geweest. In trainingshuizen kunnen jongvolwassenen zich met begeleiders voorbereiden op die zelfstandigheid. In Almere is gisteren zo'n trainingshuis geopend. Dat is een primeur in de provincie. Een van de bewoners is de 23-jarige Rociano. Was dakloos eigenlijk. Ja. Dus op straat gewoon, bij Quintus. Dus overdag was ik gewoon op straat. 5 uur mocht ik pas naar binnen en 10 uur moest ik er weer uit in de ochtend. Hopla, het is open. Met het doorknippen van een rood lint is het trainingshuis in de Almeerse literatuurwijk een feit. Ja. Eigenlijk draait het project al een paar maanden. Voor jongvolwassenen tussen de 18 en 24 jaar oud. Rociano is één van de 16 bewoners. Hij krijgt nu een nieuwe kans na een chaotische tijd. Het zou eerlijk zijn, ik heb gewoon dingen moest ik doen en die heb ik niet gedaan. En daardoor ben ik gewoon op straat gekomen. Dus het is een beetje mijn eigen schuld geweest. Maar uiteindelijk kon ik gelukkig nog wel hier terecht. Wat wel echt fijn was. Dus ja, daar mag ik wel trots op zijn, eerlijk gezegd. Het trainingshuis is een samenwerkingsproject van het Geestelijke Gezondheidscentrum Het Kompas en Stichting Ambulant Hulpverlening Midden-Nederland. Directeur Erik van Malenstein van de stichting over welke jongvolwassenen er voor in aanmerking komen. Kunnen mensen zijn die gewoon geen thuis hebben en daardoor in de problemen zijn gekomen. En gewoon stabiliteit nodig hadden.
tot mensen met een problematiek, een psychiatrische problematiek bijvoorbeeld. Of een lichtverstandelijke beperking. Het is heel divers. Maar in ieder geval, één ding hebben ze gemeen. Ze hebben op bepaalde vlakken hebben ze ondersteuning nodig. Zoals de 23-jarige Dennis, die uit een onrustig gezin komt. Het was niet veilig, zeg maar, op thuis. Ja, niet goed. Maar gelukkig, ik heb deze plek gevonden. En momenteel is het wel gewoon chill. En die rust ervaart Rociano ook. Dit is ook heel erg afgelegen. Het is niet midden in de stad of zo, met drukte om je heen. Er is wel drukte hier, maar niet op die manier. Weet je wel? Het is anders. Begeleiders zijn er altijd als vraagbaak en er wordt getraind. Koken, administratie, je huis schoonhouden. Nou, die gaan we echt heel specifiek met ze oefenen. En dan is het eigenlijk de bedoeling dat we hierna door gaan stromen naar thuis in de wijk. Waardoor ze dus ook vanuit deze oefening een verdere stappen kunnen maken naar zelfstandigheid. Iets wat de Almeerse wethouder Fraukje de Jonge van harte toejuicht. Het is heel fijn om deze voorziening nieuw te hebben. Waarbij jongeren een beetje uit die hulpverlening komen. Maar wel geholpen worden om gewoon mens te worden. Gewoon op te groeien en mee te kunnen doen aan de samenleving. Dus ik vind het een prachtige aanwinst. Dit is nieuw. En zeker op deze schaal. En dit smaakt naar meer. Belangrijk. Want er zijn echt wel mensen die het echt nodig hebben. En ik ben wel blij dat er zo naar wordt gekeken. Dat er ook iets wordt gedaan, niet alleen gekeken. Snap je? De begeleiders zijn echt chill, rustig, relaxed. Je kan gewoon alles vragen. Je kunt helpen met alles. Dat is gewoon goed. Hier kan je echt weer jezelf worden. Tuurlijk, ja. Tuurlijk. Rociano en Dennis als laatste, die zich thuis voelen in het nieuwe trainingshuis, worden een bijdrage van verslaggever Roger Dankerlui. Wat hebben we gisteravond allemaal gemist op radio en televisie bij Nieuwsuur? Dat, mijn systeempje valt eventjes uit. Bij Nieuwsuur was minister van Defensie Ruben Brekelmans aangeschoven. Gisteren werd de defensienota gepresenteerd. En daarin staat dat er flink wordt geïnvesteerd in het Nederlandse leger. Zo komen er nieuwe tanks, vliegtuigen en drones. Brekelmans noemt dat belangrijk omdat Rusland een reële dreiging vormt voor Nederland. We zien in alle militaire plannen die Rusland maakt, ook als het gaat om investeringen in de oorlogsindustrie, mobiliseren van mensen, dat Rusland al verder aan het kijken is dan Oekraïne. En als ik nu vandaag als nieuwe minister van Defensie zou zeggen, ik bagatelliseer die dreiging, ik doe niet wat de NAVO van mij vraagt, ja, dan zou ik Nederland niet beschermen. En ik ben eigenlijk alleen maar bezig, en dat is de keuze die wij ook vandaag maken als Defensie, erop gericht om Nederland veilig te houden, gegeven alle dreigingen die op ons afkomen. Ja, in de defensienota staat ook dat er gezocht wordt naar een dienmodel dat voorziet in maatregelen met een meer verplichtend karakter. Ja, ja. Dus we moeten meer. Brekelmans legt uit wat hij hiermee bedoelt. Nou, het kan bijvoorbeeld zijn dat we nu een verplichte enquête introduceren. Daar zijn we over aan het nadenken. Een tweede is dat we veel meer reservisten zouden willen. En bijvoorbeeld wanneer het dan spannend zou worden en je hebt meer mensen voor defensie nodig, dat dan die reservisten ook verplicht ingezet kunnen worden. Dus dat soort verplichtende elementen zijn we naar aan het kijken voor situaties waarin het spannend wordt. En we als Defensie ineens heel veel meer mensen nodig hebben. Maar het is niet zo dat we nu plannen aan het maken zijn om dienstplicht weer in te voeren. Maar waar gaan ze al die mensen vandaan halen, joh? Er zijn toch heel veel mensen die dat willen. Weet ik niet. Er zijn heel veel vacatures bij Defensie. Maar ja, er is geld vrijgemaakt, hè? Dus, dan kan je ook nog wat verdienen. Kunnen ze het wat aantrekkelijker maken. In Pointer aandacht voor zij-instromers in het basisonderwijs. De laatste jaren wordt er veel ingezet op mensen die willen overstappen naar het onderwijs om zo het lerarentekort op te lossen. Het onderzoek blijkt dat er veel klachten zijn over die zij-instroomtrajecten. Het zou te veel werkdruk zijn, te weinig maatwerk, en daardoor haakte ook Mark van Eil af. Nou ja, het komt voornamelijk neer op het schrijven lesvoorbereidingsformulieren. Dus waarin je verantwoordt waarom je voor bepaalde strategieën gekozen hebt. Dat wordt echt tot in de puntjes geëvalueerd, maar voornamelijk op papier. Er is één keer bij een startgesprek iemand geweest vanuit de PABO, maar voor de rest nooit meer iemand gezien binnen waar ik werkzaam ben. Karin van Wegen van het Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs herkent de problemen. Ze hoopt met een nieuw intakegesprek volgend studiejaar meer maatwerk te brengen. Dan zou worden gekeken naar wat een zij-instromer al meebrengt. Wat ze in ieder geval krijgen is een gesprek aan het begin, waardoor je ook helder en weer over en weer de verwachtingen hebt. Oké.
En of dat in alle gevallen leidt tot maatwerk waar een student 100% tevreden voor is, dat durf ik niet te zeggen. Maar goed, de intentie is er zeker. En ik denk dat zeker ook binnen alle PABO's het belang van deze groep als potentiële leraar wordt erkend. Op Lelystad Airport wordt sinds maandag hard gewerkt aan het opnieuw asfalteren van een rijbaan voor vliegtuigen. Ook het dak van de verkeerstoren wordt vernieuwd. De luchthaven is hierdoor tot 16 september gesloten. Directeur Jan Eerkens legt uit waarom het onderhoud nodig is. Ja, we zijn inderdaad 2 weken dicht. Zoals je ziet zijn er een hoop werkzaamheden op deze rijbaan Sierra. Omdat die aan vervanging toe is. Het is de rijbaan voor het verkeer wat nu Lelystad Airport al jaren gebruikt. En het was niet meer veilig. Elke week waren we aan het vegen en kwamen we tussen de 30 en 40 kilo aan grind tegen. En toen hebben we geconcludeerd, dat kan zo niet langer. Dit gaan we oplossen. Dus grondig vernieuwen, is het alleen een nieuw asfaltlaagje eroverheen en klaar is Kees, of doen jullie meer? Nee, we doen wel echt meer. Het wordt echt de uitbreiding van de rijbaan. Hij wordt voorzien van een mooie verlichting. Er wordt een stukje ervan afgeschaapt en een nieuwe laag opgedaan. Dus het gaat echt voor de huidige gebruikers gaan we een mooie toekomst weer tegemoet. Als de zon schijnt moet je het dak repareren, zeggen ze. Nou spettert het vandaag een beetje, maar jullie zijn wel bezig om het dak van de verkeerstoren te repareren. Na 6 jaar, want toen is die toren verhoogd. Waarom moet dat dak zo snel gerepareerd? Nou, het dak is nog het oorspronkelijke dak. We hebben het bovenstuk van de verkeerstoren eraf gehaald en ernaast gelegd en een stuk tussen gelegd. En het oorspronkelijke top van de verkeerstoren op de opbouw erbij gezet. Ja, en wat we nu zien is, omdat we dit grote project gingen doen en dan over 2 jaar bijvoorbeeld weer aan de verkeerstoren moeten werken, dat leek ons niet zo handig, want dan moet de luchthaven weer dicht. Dus dat hebben we nu naar voren gehaald en komt er gewoon een nieuw dak op. Dat is wel rigoureus, je vliegveld 2 weken dichtgooien. Nou kijk, infrastructuur is, moet je goed onderhouden en dat kost soms even tijd. Maar de gebruikers daarvan, die zitten dus nu elders of kunnen hier niet vliegen of moeten op andere vliegvelden vliegen. Worden bedrijven financieel nog deels gecompenseerd of helemaal? Nou, wat wij hebben gedaan is, de 2 weken nadat we open zijn, krijgen de gebruikers die hier echt gevestigd zijn een aanzienlijke korting. Op de landings- en Zuidgelden? Op de landingsgelden. En dan is de luchthaven dus 2 weken dicht. Ja, en wat moet je dan als je hier een bedrijf hebt, zoals Wings Over Holland van Luc van Hooydonk? Meneer van Hooydonk, we zijn in uw hangar. Wat doet u die 2 weken dat de luchthaven niet gebruikt kan worden? Nou ja, het bedrijf draait in principe gewoon door. Al behalve het lessen natuurlijk en het vliegverkeer, dat gaat niet. Maar je ziet, we zijn druk bezig met onderhoud. Dus we hebben een paar vliegtuigen van andere velden laten komen. Die hier wat langdurig in onderhoud moesten komen. Nou, dat is daar ook een hele mooie tijd voor. Even een motortje vervangen, zie ik. Een motortje vervangen, ja, onder andere. Ik zie de hangar, u heeft er meer. Daar staan allerlei toestellen geparkeerd. Dat zijn toestellen die dus gewoon niet kunnen vliegen voor lesvluchten. Dupeert dat nu de eigenaar en de leerlingpiloten? Nee, eigenlijk niet. We wisten natuurlijk al lang van tevoren. Dus we hebben er eigenlijk prima omheen kunnen plannen. Als we 2 weken slecht weer hebben, dan zijn we ook dicht. Dus, en 2 weken is eigenlijk niet lang genoeg om bijvoorbeeld een vliegtuig op een ander vliegveld te zetten. De luchthaven zegt, ja, we compenseren de bedrijven straks met lagere en gunstige landingsgelden voor een paar weken. Maakt dat wat uit? Het is een goed gebaar, laat ik het zo zeggen. Dus wij zijn er wel blij mee. Maar ja, het is natuurlijk niet wat we normaal zouden verdienen met het vliegen. Ja, want u heeft wel inkomstenverlies dus? We hebben wel degelijk inkomstenverlies, ja. Zeker als het in een mooie weerperiode zoals nu. Het is goed weer, goed vliegweer. Dus ja, dan zou de agenda in principe vol zijn. Maar daar kunt u verder geen claims voor indienen bij de luchthaven. Dat is bedrijfsrisico, zoals dat heet. Ja, dat is gewoon bedrijfsrisico. Maar het is allemaal wel goed doorgenomen met de luchthaven. Dus wat dat betreft wisten we het van tevoren. Luc van Hooydonk was dat, directeur van Wings Over Holland. Berichten van buiten deze provincie. Bijna de helft van de stellen die samenwonen zonder te zijn getrouwd of geregistreerd partnerschap had achteraf gewild dat ze dingen beter hadden geregeld. Als mensen uit elkaar gaan zonder dat er afspraken zijn gemaakt, levert dat vaak gedoe op, zeggen juristen. Bijvoorbeeld als de een intrekt in een koopwoning van de ander, zegt deze familierechtadvocaat. Mensen hebben samen gewoond, betalen samen aan de hypotheek. Tegenwoordig via het hypotheeksysteem ook mee aan de aflossing van de woning van de ander. En dan gaan ze uit elkaar, ja, dan voelt dat toch wel heel onrechtvaardig.
Zij vindt dat stellen meer voorlichting moeten krijgen, zodat ze bewuster zijn van de risico's van samenwonen zonder officiële afspraken. De vader van de tiener die 4 mensen doodschoot op zijn middelbare school in Georgia is opgepakt. De politie houdt de vader verantwoordelijk voor de schietpartij, omdat hij het goed vond dat zijn 14-jarige zoon een wapen had. These charges stem from Mr. Gray knowingly allowing his son Colt to possess a weapon. Vader en zoon waren vorig jaar al een keer verhoord nadat de jongen online zou hebben gedreigd met een schietpartij op een school, maar er werd toen geen reden gezien om hen op te pakken. En dit is een verhaal met een goede afloop, maar een tragisch begin. Agenten die schrokken laatst in Groenlo, Gelderland, namelijk enorm toen ze een kat doodreden. De politie achterhaalde het adres van het beestje en ging er naartoe. Toen ze aanbelden, deed er een meisje van 9 open. Het was even slikken voor wijkagent Sander de Haan en zijn collega. Ze moesten trieste nieuws brengen van de doodgereden kat, maar bedachten ook gelijk een oplossing. Ze kochten namelijk een nieuwe. Ja, nou, ik heb er letterlijk ook samen met de andere collega van het huis opgehaald. We zijn ook naar het asiel toegereden. En daar mocht ze helemaal zelf een kat uitzoeken. Het zij een volwassen kat of een kitten. Nou, daar kwamen we daar. En ja, voor mij werd ze op slag verliefd gelijk met de kitten die naar haar toe liep. Ja, en dat gebaar en die uitdrukking op haar gezicht. Ja, dat is echt onvergetelijk. Ja. Nou, het is toch wel lief dat ze dat hebben gedaan. Een groot verdriet natuurlijk van de eerste kat die overleden is. Maar ja, maar het kan gebeuren. Ja, precies. Ja, ze hebben het natuurlijk niet expres gedaan. Ze hadden het ook niet hoeven doen, zeg maar. Dus nee, dat vind ik wel weer een goede zet van de politie. Het is heel netjes, hè, dat ze dat adres hebben opgezocht. Sander Daan en zijn collega. Bij deze applaus.